Economy Experience, dat is een simulatie die laat ervaren hoe die deeleconomie in elkaar steekt. En de grap is dat als je de Economy Experience speelt, dat eigenlijk alle belangrijke vragen die spelen rond de vraag hoe ziet die nieuwe economie er nou uit, of wat is er fout met onze huidige economie, die komen allemaal erboven. Op een heel natuurlijke manier. Wat doen we als we ruilen? Dat betekent dat ieder van de deelnemers in die ruileconomie, die houdt eigenlijk één balans in de gaten. Dan geef ik eigenlijk antwoord op die. Die ene balans is de balans tussen wat hij doet en wat hij neemt. Of tussen wat hij geeft en wat hij neemt. De grap is dat waar we naartoe gaan is naar deeleconomie. En in die deeleconomie hou je niet één balans in de gaten, maar ieder van de deelnemers houdt twee balansen in de gaten. Namelijk de balans tussen wat hij geeft en wat wij nodig hebben. Dat is één balans. En de andere balans is tussen wat ik nodig heb en wat ik neem. En dat kan dus alleen als we van elkaar vertrouwen dat iedereen die balans in de gaten houdt. Als ik van jou niet kan vertrouwen dat jij die twee balans in de gaten houdt, dan blijft over dat ik met jou ga ruilen. Dat is precies de situatie waarin we zitten.